Of van niemand minder dan Dave Chisnall op verzoek. We zijn in onze winkel. Goedemorgen, middag of avond. Hartstikke leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog van de Tumpen Nerds speciaalzaak uit Naaldwijk. En van harte welkom op ons YouTube kanaal. Op ons YouTube kanaal reviewen wij, of beoordeel ik, elke week een dartpel. Ik hoop je op deze manier te enthousiasmeren over de dartsport of natuurlijk wat meer bij te brengen over de dartartikelen die wij verkopen of de dartspelers. Vandaag gaan we het uiteraard hebben over de Premier League van gisteravond. En een pijl op verzoek gaan wij beoordelen. Ik benadruk nog even dat elke dartpijl voor iedereen afzonderlijk verschillend is. Een pijl die ik op een bepaalde manier ervaar wil niet zeggen dat jij hem op dezelfde manier voelt of ervaart. Daarom kan ik je alleen mijn mening en advies meegeven. Mijn advies is in dit geval dan ook, koop dartpijlen altijd in de winkel. Test ze van tevoren uit. Wij hebben een dartbaan, 400 soorten dartpijlen en het advies van ons om je uiteindelijk de goede pijl mee naar huis te laten nemen. Dat gezegd hebbende, gaan we natuurlijk over naar een artikel waar wij enthousiast over zijn in onze winkel. Deze week hebben wij gekozen voor onze sportprijzen. Ruim 400 heb ik er op de plank staan, die ik à la minuut kan leveren. Dus mocht je nou ooit een keer omhoog zitten, kom langs, kies wat leuks uit en ik graveer het gelijk waar je bij staat. Naast onze sportbekers hebben we natuurlijk ook de vaantjes, medailles, glazen sportprijzen, kampioenschalen en een beker van een meter hoog. Online staan er nog veel meer dan wat ik hier heb staan, dus mocht je van tevoren weten wat je nodig hebt, bestel ze dan online op onze webshop www.dumpwarehouse.nl. Dat ook weer gezegd hebbende, gaan we gewoon over naar de review van de darts. En dan sta ik hier weer voor de dartwand, want deze week heb ik gekozen voor een pijl van niemand minder dan Dave Chisnall op verzoek, de Gold Edition in 24 gram. Dave Chisnall staat op plek nummer 7 in de Order of Merit. Ik vind dat hij nog niet echt prestaties heeft geleverd op de grote toernooien BDO. Een keer runner-up geweest in 2010. 5-7 verloren van Martin Adams. Ik ga het gewoon toch even oplezen, want anders is het te lastig. 2013 de World Grand Prix, runner-up tegen Phil Taylor, 6-0. 2014 Grand Slam of Darts, runner-up tegen Phil Taylor, 13-16. En de Masters 2016, runner-up Michael van Gerwen, 11-6. Dat is eigenlijk Dave Chisnall in de notendop. De pijl ziet er gaaf verpakt uit. We gaan hem uit de verpakking halen om hem van dichterbij te bekijken. Ik hoop dat je meekijkt. Alright, daar ligt dan de Dave Chisnall 90% tungsten pijl. Verpakt op de manier zoals we dat van Target kennen. Hier ziet de hele pijl, de barrel, de shaft, de flight en de punt. Het gezicht van Dave Chisnall met de glinstering in de ogen, zoals we dat ook bij de Barney pijlen zien. De vermelding van het tungsten percentage 90% staat er drie keer op, hierboven, hier in het midden en hieronder het woordje gold staat nog een keer 90% tungsten. We hebben vandaag gekozen voor een 24 gram spel. Stoere verpakking. Ik denk dat het tijd is om eruit te gaan halen, dus dat doe ik dan maar gelijk. Dave Chisnall, een gouden met zilveren barrel. Helaas weer een zilveren punt, zo dadelijk op de foto's zou je de details iets beter gaan zien. Zoals bekend ben ik geen fan van zilveren punten, maar deze loopt iets puntiger langer door, tot hier zo. Waardoor die dus wat sneller dieper in het bord gaat komen. Verder op de barrel de vermelding van het merk Target en de bijnaam Chizzy. De flights van Dave Chisnall erop en een short shaft zo te zien. Op het eerste gevoel voel ik achterop heel weinig grip, voorop ietsjes meer. Maar het is niet noemenswaardig eigenlijk. Een 1 op schaal van 5 geef ik deze grip. Deze pijl is verder beschikbaar in 2 of 24 gram. Met respectievelijk een barrel dikte van 6.4 of 6.60 mm. De lengte van de barrel is 51 mm. En ik ga mijn setup erop knallen om hem uit te gaan proberen. We gaan over naar het dartbord. Daar gaan we met de Dave Chisnall Gold Edition, 24 grammers. Gisteravond natuurlijk de ronde geweest in Newcastle van de Premier League. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet alles gezien heb. Maar vrij verrassend zag ik in de uitslagen dat Rob Cross van Peter Wright gewonnen heeft. Dat is toch wel verrassend te noemen. Peter Wright niet heel slecht gegooid.
En Rob Kors vond ik in zijn eerste wedstrijden wel heel slecht gooien. En toch nog die wedstrijd winnen. Nou, dan ben je toch een goede prestatie. De wedstrijd van Barney heb ik wel weer gekeken. Tegen Simon Whitlock. Whitlock is gewoon heel goed bezig dit jaar. In de Premier League. En Barney, ja, die... Ik heb het al een keer eerder gezegd. Hij vindt zijn dubbels gewoon niet. Daar heeft hij echt moeite mee. Scores gaan oké. Wel gaat stabiel. Alleen gisteravond was echt gewoon een off day om te zien. Toch zonde. En Whitlock die gooide gewoon super goed. Maar goed. Barney krijgt vanzelf wel de puntjes nog binnen hoor. Daar maken we ons geen zorgen om. Van Gerwen uiteraard gewonnen. Van Gary Anderson. Maar we hebben het over de Chisnall pijlen. Ze gaan vrij stabiel. Vrij strak naar het bord. Hoewel er weinig grip op zit, had ik niet verwacht dat ze op deze manier zouden vliegen. Het is een beetje, ik noem dit een vettige pijl. Er zit weinig grip op. Maar er zit een soort substantie op, waardoor je toch een controle blijft behouden over de dartpijl. Ja. Moet ik misschien mijn gripniveau iets bij gaan stellen? Dan zou ik het op een 1,5 op basis van 5 geven. Target heeft deze pijl trouwens ook ontworpen met een pixel grip. En dat is een grip die er iets meer op ligt. En daardoor wordt hij wat zwaarder in zijn grip. Die kan je natuurlijk ook nog proberen. Ze gaan wel diep genoeg het bord in. Met een zilveren punt. Maar eigenlijk zelfs zo vaak ben ik niet heel erg negatief. Ik ben best wel te spreken over deze spel eigenlijk. Nu moet ik de volgende keer een pijl pakken waar ik eigenlijk helemaal niet mee kan gooien. Dan kan je het verschil een beetje zien. Ja. Ik weet genoeg. De camera staat in één keer goed. Hier is laatste scoren. Nee. Dave Chisnall pijlen. Ik pak even de camera in mijn goede hand. In eerste instantie gaf ik hem een 1 op basis van 5 qua gripniveau. Ik heb het bijgesteld naar 1,5 doordat hij een beetje vettig is. Goede lengte. Punt is, ondanks dat ze zilver zijn, gaan ze diep genoeg het bord in. Ik gooi natuurlijk wel vrij hard en vrij snel, dus misschien komt het daardoor. Maar ik ben niet geheel ontevreden over deze pijl. Ik denk dat relatief veel mensen hier wel mee overweg kunnen. Gewoon recht toe, recht aan. Geen poespas erop. Gewoon een eigenlijk leuk basisspeltje. Ik heb hem uiteraard hier aan de muur hangen. Volgende week gaan we gewoon weer een nieuwe pijl beoordelen. Weet jij nog een leuke pijl? Laat het weten in de comments. Wie weet zie je hem volgende week of een keer daarna voorbij komen. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. En ik rond hem snel af. Want ja, ik heb er niet veel meer over te vertellen. Bedankt voor het kijken en natuurlijk tot volgende week. Dankjewel weer.